De mannen hebben alles versierd. Kijk hoe mooi. Oh, dankjewel. Schatje. Oh. Donuts en kiddieboel. Snoepjes. Zelfs roosjes. Wauw. En muziek, hè? Oeh, come on, party, hè? Let the champagne flow. Jullie mochten ook wel echt een champagne voor jullie brengen. Nee, dat is goed. En het is nog maar 10 uur. Ja, dat is Hey, ik ben terug thuis van kantoor. Ik ben ook nog snel naar mijn ouders gegaan. En ik heb met mijn zus een korte workout gedaan. Kort maar krachtig. Waar we keihard aan zweten allebei. Als jullie dat eens willen zien in een vlog, wat dat wij doen, zo'n home workout, laat het mij weten in de comments. En dan kan ik dat misschien wel eens filmen voor jullie. Nu ga ik mijn mooie bloemetjes in het water zetten die ik van Sam en Nick heb gekregen. Dus let's do this. Tada! Ze staan in een vaas. Kei mooi. Denk dat ik ze op de livingtafel gezet. Alhoewel, ik weet het nog niet. Of daarop gezet. Ja, ik denk dat ik ze daar gezet heb. Het is ondertussen 3 uur en ik ga nu even wandelen. Want mijn anxiety is weer hier, mijn levels. En ik voel me weer helemaal opgefakt. En ik weet niet waarom. Dus ik ga even, nu ik iets aan de kattenbak. Ik ga even een toertje doen, zodat ik wat kan kalmeren. Kijk, ik ben aan het wandelen. Mijn wandeling zit er bijna op. Ik heb trouwens nog eens mijn Fitbit uitgehaald en ik ben met mijn gsm aan het filmen. Dus als de kwaliteit iets minder goed is, maar anders moet ik mijn camera meenemen. En dat is niet zo handig. Zoals jullie al hadden gezien, is Totally Two vandaag 1 jaar. Woehoe. En ik krijg heel vaak heel veel berichtjes van meisjes. Hoe dat we daarmee zijn begonnen met de webshop en waarom. Wij hadden al heel lang een droom om kleding te verkopen in een winkeltje of een webshop. Dus hebben wij, ik denk zelfs een jaar of langer dan een jaar, research gedaan naar wat we precies zouden doen, wat we precies konden doen, waar we kleding zouden vinden die ons aansprak en all that good stuff. Dus we zijn er best wel lang mee bezig geweest om dat allemaal te onderzoeken. Want we wouden natuurlijk dat we kleding hadden die bij ons past en die wij ook persoonlijk mooi vinden. Wij, alles wat we verkopen, vinden we zelf mooi. We verkopen niks wat we niet mooi vinden. Maar dat is dus niet zomaar over 1 nachtje slapen en hup, gebeurt. We hebben er echt heel lang over nagedacht, heel goed over nagedacht, heel veel opzoekwerk gedaan. En we krijgen ook heel vaak vragen van meisjes van ik wil ook een webshop beginnen, wat moet ik doen? En dat wij al onze geheime prijs zouden geven. Allee, dat verwachten veel mensen. Maar dat is natuurlijk iets wat we niet gaan doen. Want we hebben heel hard gewerkt voor onze webshop. We werken nog heel hard voor onze webshop. En willen alleen maar groeien. Dus we gaan niet zomaar tegen mensen zeggen van je moet dit en dit en dit doen. Dat is voor iedereen een beetje een zoektocht. En ik denk gewoon, als dat echt je droom is en je wilt er volledig voor gaan, ga ervoor, zeker doen. Maar het is gewoon heel veel werk. En ik zou zeggen, doe je research, opzoekwerk, al die dingen wat je moet doen om een webshop te beginnen. Maak alles in orde, want het is echt wel heel veel werk wat erbij komt kijken. Oei, mijn Fitbit is aan het praten in mijn oor. Kijk, ik heb 4 kilometer gewandeld. Maar dus,
Ja, ik kan gewoon maar zeggen, als jullie dat willen doen, zeker. Maar ik denk ook dat het logisch is dat wij als Totally niet toe niet zomaar ineens gaan zeggen, hier is alle informatie, begin er maar mee. Want wij willen dat onze kleding wel uniek blijft en we unieke stuks kunnen blijven verkopen die niemand anders heeft, of toch de meeste niet. Dus dat is toch ons doel met Totally Too. En dat willen we zo houden. Dag. Oh, zo'n oud meneertje die kijkt zo naar mij van wat. Dus ja, nou, we zijn er dus mee begonnen omdat we het al heel lang in ons hoofd hadden. We dat heel graag wouden. We altijd graag bezig zijn geweest met kleding. En dat gewoon onze droom was. En deze droom beleven we nu al een jaar. Dus dat was zo'n beetje het verhaal achter Totally Too. Ondertussen heb ik me klaargemaakt, want Totally Too is 1 jaar. Dus dat betekent dat we nog eens gaan vieren deze avond. We hebben een etentje geboekt via 241 in Link 21, denk ik dat het heet. In Herentals, dus ik ben kei benieuwd. Dat zie je zo vaak langs de autostrade. Als ik het juiste voor heb, toch? Maar ik denk het wel. En dit is mijn outfit. Ik heb een leren shortje aan van Totally Too. Een off-the-shoulder blouseje. Even de badkamer door te duwen. Van Naked. Dat ziet er zo uit. En dat poeft zo'n beetje erover. En dan mijn sandaaltjes zijn oude sandaaltjes. Al 3 jaar of zo van Forever 21. Kijk, ik heb ook nog dat petje aangedaan. Ik ga dat sowieso meenemen voor een foto. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vind dat wel nog schattig, maar ik weet zo niet of dat wel mij is. En ik heb ook de sneakers van Pew Pew aangedaan eronder. Dat dat zo wat stoerder is. Wij zijn aangekomen bij Link 21. Is het hier? Ja. Met deze 2 people's. Hi. 3 eigenlijk. Ah. Is het hier wel? Ja, oké. We zijn juist. Op Totally Too! Terug thuis. We hebben super lekker gegeten. Echt een dikke aanrader. Link 21. Of Link 21. Hoe zou je dat zeggen? Link 21. Link 21 of zo? Link 21. Of Link 21. Oké. Okay. Dat was echt super lekker. En als je met 241 gaat eten, dan krijg je zo. Ja, is dat eigenlijk zo food sharing. Dus dan krijg je allemaal borden en dan moet je allemaal delen met verschillende gerechtjes. Het was echt yummy. Ja, dat was wel fijn. Yummers! Ik kreeg echt zo 4, 5 verschillende schoteltjes waar je het kan pakken. Dat was echt goed. Ja, en cheap. Ik heb goed gegeten en cheap. Ja, ook al. Dus, what do you want more? Hè? Hi, Milks. Milky, did you miss us? Milky. Ah, dat dacht ik al. Kom hier, kom. Kom bij mij, kom. Hop. Hoppakee. Mommy's boy. Zit je mama's kindje? Milky. Zit je mama's kindje? Nee? Nope. Antwoord niet. Normaal antwoordt hij mij altijd, hè. Wij gaan nog een klein beetje tv kijken. En dan gaan we slapen, want het is 9:30. En ik denk dat we tegen 10:00 wel ons bed in kruipen. Sharon, kom, ga ik nog iets zeggen? Kom hier. Kom hier, kom iets zeggen. Zeg hey, vloggertjes. Allee, vlogkijkertjes. Kom eens kijken. Ja, kom maar. Oh ja. Wat is dat, Sharon? Kom hier samen. Kom allebei. Oh, cuties. Cuties, patooties. Oké, we gaan hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet om te abonneren als jullie nog niet geabonneerd zijn. Ah ja. Ja, zeker doen. En wij zien jullie
Morgen!